juli, is dat 10 jaar geleden dat hij gestorven is. Hij was een druggebruiker van de ergste soort. Hè. Dus het prototype van de junk was mijn broer. Ik heb Tom vaak gezegd van... Maat, jij pakt die drugs, ik niet. Niemand verplicht u dat. Dat is u. Maar achteraf gezien is dat een ongelooflijk belachelijke houding gebleken. Ik ben te veel flik geweest en te weinig broer. Ik ben Peter Muizend. Ik ben momenteel hoofdcommissaris bij een lokale politiezone ten noorden van de stad Antwerpen. Ik heb heel lang in Antwerpen in de stad gewerkt. Men zou mij kunnen recruteren in het kamp van de prohibitionisten. Ik zou een geweldige spreker zijn. Ik zou zeggen, hij doet dat niet, kijk naar mijn broer. En zeggen, ah, maar inderdaad, al goed dat we dat allemaal illegaal hebben gemaakt. We moeten de strijd opvoeren. Dikke zeven natuurlijk. Mijn broer had nog geleefd, hadden we niet zo'n wetgeving gehad. De war on drugs heeft ondertussen toch aangetoond dat het een ongelooflijke ramp is geworden. Druggebruik is niet gedaald. Niet. Het huidige drugbeleid heeft weinig te maken met goede argumenten, met een logisch onderbouwde redenering. Het heeft vooral te maken met moraliteit en met ideologie. Nog niemand is geholpen met een extra PV, hè? Met een procesverbaal of met een gevangenisstraf of met een boete. Niemand. 90% van de mensen die drugs gebruiken ontwikkelen nooit een probleem. Dat wil zeggen dat 10% dat wel doet. Een heel groot deel van die 10% neemt drugs om een ander probleem te camoufleren. Om dan te zeggen dat het is uw eigen schuld, dat vind ik wel heel wansmakelijk zelfs. Dat neigt wel naar de wansmaak. De buurt waar ik werkte, dat noemde dan de afdeling City. Dat werd dan in het jargon de City genoemd of het reservaat. Uw mensen kijken met een bepaalde bril naar de problematiek die daar bijzonder zichtbaar is. En mijn broer was daar deel van. Dan ziet je hem daar staan, hè, op het Koningsplein. Een van de gebruikers die tegen een paal zat te leunen. En dan rijk ik er rond in mijn uniform en dan denk ik van wat voor een scheiter ben ik dat ik nu niet gewoon even uitstap en goeiedag ga zeggen om mijn broer. Uitstappen in uniform en er naartoe gaan en eens iets zeggen. Dat had ik moeten doen. Ik heb wel een lange weg achter de rug, maar daarvoor moest ik natuurlijk wel veel lezen, veel praten met mensen. Maar mijn broer heeft nog geleefd, had hij met zijn probleem nu onder medisch toezicht heroïne kunnen krijgen. Alle drugs zijn gevaarlijk en net omdat ze gevaarlijk zijn, moeten ze gelegaliseerd worden. De overheid moet die markt terugclaimen, terug in handen nemen en pas dan kan een deftig drugbeleid worden gevoerd. De kwaliteit van de producten, de controle op de verstrekking, de vergunningen van de verkooppunten, de controle op de ethiek, integriteit enzovoort. Dat kan je enkel doen in een door de overheid gereguleerde markt en daarvoor heb je een legale markt nodig. Mijn broer is dood en mijn broer had niet dood moeten zijn, had het drugbeleid anders geweest. Peter. Als je dit zo, want dat filmpje is al een paar jaar oud. Als je dit zo ziet, terugkijkt, wat is dan het eerste wat je dan zelf nog hier aan toe te voegen hebt eigenlijk? Ik vind dat ik het zelf goed gezegd heb. het is door een professionele firma gemaakt, dus men heeft er wel wat uitgeknipt. Ik zou het nu wat nuanceren. Dus ik heb hier nogal duidelijk gesteld dat drugs bijzonder gevaarlijk zijn. Ik zou dat wel willen nuanceren, dat drugs risico's inhouden. En de context waarin druggebruik zich manifesteert, kan leiden tot problematisch gebruik. Maar om nu te zeggen dat drugs gevaarlijk zijn, dat vind ik wel een overstatement. Want als jij, want je nog een functie bent, is het moeilijk om dit allemaal te uiten terwijl je gewoon nog eigenlijk een functie bent? Het heeft wel moeite gekost. Ik heb, mijn broer is nu 11 jaar dood, dus dit filmpje is 2-3 jaar oud. Voordien had ik toch wel wat nodig. Zo. Ik heb met veel mensen moeten praten om die stap te durven zetten. Maar eens dat je die stap zet, kan je ook niet meer terug. Het zou heel onnozel zijn om nu te zeggen, by the way, ik was fout in dat filmpje en ik geloof er ook echt in. Dus als je die weg bewandelt, dan weet je dat je gaat botsen op onbegrip, op het kader waarin dat je werkt. En dat is de overheid, dat is justitie. En die zijn nogal sterk in het
repressieve model gewend geraakt. Dus wij ook politie als organisatie, wij hebben dat graag, de war on drugs. Dat is voor ons heel gemakkelijk werken. Hè. Je controleert mensen, ze hebben drugs op zak en je bent vertrokken. Je kan ze in beslag nemen, je kan de persoon arresteren, voor de rechter brengen en we zijn goed bezig, we zijn hard aan het werken. Dus voor politie is dit een heel dankbare materie. Dus het is niet zo evident om deze boodschap te brengen. Maar zie je wel langzaam maar zeker ook een bepaalde kentering, dat je langzaam ziet dat omdat je gewoon een heel duidelijk verhaal hebt en ook vanuit een persoonlijk belang of vanuit een persoonlijk gebeurtenis, zeg maar, dat je langzaam ziet dat mensen over de streep getrokken worden, dat ze er anders naar gaan kijken, dat een andere inzet wellicht misschien beter is. Meestal duurt het ongeveer 5 à 10 minuten om voor het grootste prohibitionistische publiek te spreken en men komt tot andere inzichten. Als je gewoon de parallel maakt met legale markten, legale roesmiddelen, dan is het op de duur heel moeilijk om nog vast te houden aan dat prohibitiemodel. Als je ziet naar de schadelijkheid van producten, dan is alcohol veel schadelijker dan cannabis. Als je dat dan gaat beginnen duiden in een ja, laten we dat eens vergelijken met een glas alcohol, dan wordt het verhaal van het oppakken van mensen met cannabis op zak enzovoort al snel heel belachelijk. Dus dat vraagt gewoon 5 minuten tijd en moed en een geïnteresseerd publiek, want niet iedereen is op een negatieve manier geïmpacteerd door drugsbeleid zoals wij. Dus ik kan me inbeelden dat heel veel mensen niet komen luisteren omdat het voor hen geen issue is. Maar er zijn wel heel veel mensen die er wel rechtstreeks mee te maken hebben. En voor die mensen, denk ik, moeten mensen zoals ik ben niks speciaals, ik ben gewoon een broer verloren, hun mond meer open doen. Ben je ook aangesloten eigenlijk aan internationale, bijvoorbeeld aan LEAP? Ja, ik ben verbonden aan LEAP, Law Enforcement Against Prohibition. Ik ben ook woordvoerder voor Anyone's Child. Dat is een campagne van Transform Drug Policy Foundation. Mm-hmm. En ook op internationaal niveau komen we vaak tussen voor de Verenigde Naties samen met de Global Commission on Drug Policy enzovoort. Dus het internationaal netwerk is aan het groeien. Maar ook op nationaal niveau, denk ik, is er wel wat aan het bewegen. En België loopt echt wel achteraan in het peloton. Wij zijn op Europees vlak, maar ook internationaal, zijn we echt wel het staartje van het peloton. En als we kijken naar het internationale wereldje, daar gebeurt heel veel. Dus ik denk dat de trein ook aan het bollen is en dat die ook niet meer kan tot stilstand komen. Maar we hebben nog wel werk voor de boeg. Want je hebt het net over bijvoorbeeld de Verenigde Naties en dat soort dingen. Wat is jouw mening wat er nu bijvoorbeeld gaande is? De World Health Organization heeft net de afgelopen week, zijn ze bij elkaar geweest. Hoe zie jij die ontwikkeling? Dat is een heel, heel traag proces, omdat de Verenigde Naties sluit een compromis tussen meer dan 180 landen. Waaronder landen zoals Saoedi-Arabië, China, Indonesië, Filipijnen. En dan heb je aan de andere kant de meer liberalere landen en de Verenigde Naties zoekt het compromis. Wat maakt dat het heel moeilijk is om op korte termijn grote stappen vooruit te zetten. Maar als je ziet naar de jaarverslagen van de Verenigde Naties, wordt er nu bijvoorbeeld ook al het medicinaal gebruik van cannabis erkend. En men zegt in het laatste jaarverslag dat het verder moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn. Dus heel stapsgewijs is er wel verandering merkbaar. Maar het zal nog veel tijd vragen. Als we spreken in Wenen bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, hebben dan landen als Saoedi-Arabië stand, waar dat ze wapens verkopen, waarin dat ze heel bijna oorlogsmateriaal proberen te verkopen aan law enforcement agencies om die war on drugs te voeren. Tegenover dan andere activisten die zeggen van wij moeten gaan voor een wettelijke regeling zoals wij dan, voor een wettelijke regeling van alle producten. Je ziet daar in één ruimte de extremen tentoongesteld in verkoopstandjes zelfs. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld hier in Nederland ziet, de middelen die bijvoorbeeld hier de justitie, de politie aan het inzetten zijn. Een panzervoertuig, oortjes, het zijn gewoon complete commando's zeg maar, die dan huizen binnenvallen. Er is een documentaire ooit gemaakt in Amerika over die zeg maar, militarisering van het politieapparaat. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat zo? We merken dat bijvoorbeeld in Antwerpen, waar de burgemeester nogal is ook voorzitter van de grootste partij in België en hij voert zeer actief die war on drugs en hij heeft dus geïnvesteerd in Bearcat, dat zijn van die halve oorlogstuigen, in een stad als Antwerpen, moet je dat voorstellen. Maar goed, dat is een proces dat ook in de jaren 70 en 80 zich heeft gemanifesteerd in de Verenigde Staten en het resultaat is dat druggebruik is gestegen, dat de agressie in het crimineel milieu is gestegen, dat het aantal schietpartijen enzovoort is gestegen, dat de corruptie bij politie gestegen is. Dus men is daar dan op den duur toch wel wat van afgestapt en alleen zie je dan in sommige landen dat die beweging terug wordt ingezet. Maar ik blijf erbij, het is ook voor politie en justitie bijzonder dankbaar om dat te doen. Je cijfers kloppen, je kan uitpakken met heel goede cijfers, je hebt hard gewerkt.
En je kan met die cijfers nieuwe budgetten vragen en dergelijke mee. Dus als politie zijn we er altijd mee gebaat om een gemeenschappelijke vijand te hebben. En dat in de war on drugs is dat dan een bepaald, dus bepaalde groep van mensen die bepaalde illegale middelen gebruiken. Wat je zegt net van de politie, is er, hè, die is er blij mee, het is makkelijk scoren. Maar wat je vaak hier hoort in discussies en als het over politie, hè, inzet gaat, capaciteit. Ze hebben geen capaciteit. Zou niet die capaciteit dan juist kunnen gebruikt worden om inbraken, verkrachtingen, noem eens wat dingen op, waar de politie vaak zegt dat ze geen capaciteit voor hebben? Ja, ik ga met u akkoord. Als wij zien hoeveel mensen dat wij inzetten voor de strijd tegen het lijstje van de verboden middelen aan te gaan, dat is immens. Inbraken is voor politie veel moeilijker. Overal in Europa, denk ik, is inbraken een grote plaag. Het is veel moeilijker voor politie om dat te onderzoeken. En uw pakkans is veel kleiner. En als je dan iemand kan pakken, dan is het ook nog veel moeilijker om die voor de rechtbank te krijgen en ook vervolgd en gestraft te zien. Omdat je dan zit met een moeilijke bewijsvoering. Bij drugs is dat ongelooflijk gemakkelijk. Je hebt de drugs op zak, dus het feit is bewezen. En dan heb je ook justitie die daarin nogal gemakkelijk volgt. De gevangenissen zitten vol met voor een heel groot stuk mensen die illegale drugs hebben gebruikt en niet per se gedeeld. Al zeggen we altijd het omgekeerde natuurlijk. Maar is het ook zo dat het gewoon in feite een industrie is? Ik bedoel, het is het gevangeniswezen, noem maar op. Het levert heel veel banen op. Spelen dat soort, inderdaad, gewoon dat soort idiote meningen mee bij het beleid? Ik denk dat de meeste beleidsmensen en de politiemensen en mensen binnen justitie nog overtuigd zijn van het nut van het repressieve model. Als je dan natuurlijk wel even met die mensen praat en goede argumenten op tafel legt, dan komen ze wel tot ander inzicht. Maar je zit in een bijzonder vreemde professionele cultuur binnen politie. We hebben een politiecultuur, maar dat geldt denk ik ook voor justitie. Dat is een vies ding. En wij hebben eigenlijk, moet ik dan nu zeggen om dat toe te passen op de war on drugs? Politie is nogal geopineerd ten aanzien van bepaalde deviante groepen. Wij tegen zij en mensen die illegale drugs gebruiken, behoren tot die groep. En dan hebben wij eigenlijk een soort van vijand die we moeten. Wij denken dat we daarmee de maatschappij veiliger maken door die mensen dan eigenlijk uit het publieke domein te verwijderen, door ze op te jagen, op te sluiten enzovoort. Dus die professionele cultuur is ook wel iets vies. Maar je kan die wijzigen, maar dat vraagt tijd en moeite en alsmaar opnieuw dezelfde boodschap herhalen. Ja, want die boodschap die je dan blijft herhalen, je zei net van je bent ook anders gaan kijken naar die schadelijkheid van drugs. Maar hoe zie jij dichtbij, zeg maar, de toekomst van wat het meest, zeg maar, de snelheid erin kan brengen om het beeld te veranderen? Wat zijn ontwikkelingen, zeg maar, die jij dan tegenkomt internationaal bij jezelf, om je heen, waarvan je denkt, verrek, dit zijn de dingen waardoor mensen toch heel anders gaan kijken, afgezien van je eigen boodschap natuurlijk, maar... Wel, ik denk dat als landen als Canada beginnen met het legaliseren van cannabis, dat is een van de G7-landen, dat andere landen snel gaan volgen. Omdat als landen als Canada, en dan hebben we het niet over individuele staten in de Verenigde Staten, maar echt een land als Canada, als zij gaan beginnen met het product te legaliseren, dan zullen wellicht heel wat andere landen volgen. Bovendien heb je die industrie. Ik denk dat moraliteit en ideologie, denk ik, durft snel te wijken voor het grote geld. Dus als er grote bedrijven op de markt komen, zoals dat die nu operationeel zijn in de Verenigde Staten, dan denk ik dat overheden snel zullen wijken en hun prioriteiten anders zullen leggen. Is dat dan een goede evolutie? Dat weet ik niet. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar ik denk dat als er de economische belangen beginnen te spelen, dan durft menig politicus zijn ideologie wel opzij zetten, denk ik. En wat zou voor jou dan het ideale beeld zijn als we het hebben over cannabis? Hè? Want jij gaat dan in principe pleiten voor alle drugs. Maar wat betreft cannabis, hoe zou dat? Heb jij daar enig idee over hoe dat dan geregeld zou moeten worden? Of? Wel, je kan alleen maar kijken naar markten of landen waar het ondertussen geregeld is. En ik denk dat Nederland wat dat betreft, ook al hebben jullie wel nog wel wat groeimarge, maar het idee dat je cannabis kan gebruiken in bepaalde plekken. En bijvoorbeeld, ik weet nu niet of dat het in Nederland op het openbaar domein toegelaten is, maar je hoeft bijvoorbeeld ook niet dronken op straat te lopen. Als je gewoon zegt dat je op bepaalde plekken die cannabis kan kopen en ook kan gebruiken, of zegt dat je dat mee naar huis mag nemen om dat met vrienden en familie thuis te gebruiken, dan denk ik heeft dat... Dan is dat een heel normale manier van omgaan met een product dat al sinds eeuwen wordt gebruikt door mensen.
En als je, denk je dat er ook een verschil moet zijn, of zie je dat ook, dat er continu de hele discussie over bijvoorbeeld het gebruik van de medicinale kant en de recreatieve kant, is dat een discussie waar jij dan ook mee bezig bent in de zin van of daar verschil in zou moeten zijn? Ik vind dat moeilijke discussies. Ik ken weinig van de effecten van alle roesmiddelen. Ik bijt me wel vast in het idee dat sommige producten verboden worden en met strafrechtsmiddelen worden bestreden en andere middelen die misschien ook wel voordelen hebben, maar ook nadelen, dat die dan worden verheerlijkt en gecultiveerd, waar je dan met de reclame rond de oren wordt geslagen. Daar heb ik het moeilijk mee. Ik denk dat ook legale medicijnen wel eens worden gebruikt om andere doeleinden dan louter medicinale doeleinden. Ik denk dat mensen ook wel eens alcohol drinken om bepaalde psychische problemen te camoufleren of even weg te dringen enzovoort. Dus het is een heel fluwe lijn, denk ik, tussen het medicinale recreatief gebruik van cannabis. Alleen denk ik dat als mensen effectief baat hebben bij het gebruik van cannabis, met welk recht gaan we dat dan uiteindelijk verbieden? Ja. En nou ja, we hebben net met Cannabis News net ook een serietje gemaakt over de verkeerswetgeving rond cannabis, zeg maar, en autorijden. De speekseltest bijvoorbeeld, waar we eigenlijk achter zijn gekomen dat het een gedrocht is waar gewoon heel veel mensen gecriminaliseerd gaan worden. En in België straffen ze ook keihard als je met een speekseltest positief wordt bevonden. Sijpelt dat ook langzaam door bij de politie dat het een niet zoveel met verkeersveiligheid te maken heeft, maar met eigenlijk het criminaliseren van een vrij grote groep mensen? Als politiemensen denken wij zijn we vooral vragende partij voor een verkeersveilige situatie. En het idee dat mensen onder invloed van een roesmiddel, eender welk, legale of illegale roesmiddelen, dat stoort ons dan wel wat. Ik denk als je achter het stuur kruipt of je gaat met zware machinerie beginnen werken, dan kan je maar beter nuchter zijn. Zeker. Dan moet je ook geen legale medicijnen achter het stuur nemen, omdat je dan de veiligheid van anderen kan in gevaar brengen. Wanneer het gaat over het testen van mensen die eventueel roesmiddelen in het bloed hebben of in de luchtwegen of wat dan ook, om dat te gaan testen, dan hebben wij natuurlijk alle baat bij om een performant meetsysteem te hebben waar geen foutenmarge op zit. Maar daar moeten we natuurlijk werken met de dingen die we aangeboden krijgen. Wat dat betreft is onze visie ook vanuit Leap en vanuit Transform. Achter het stuur moet je niet kruipen met eender welk roesmiddel in je lichaam. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld categorie 2, dat je na 2 weken gewenning bijvoorbeeld, als je medicinaal gebruiker bent of patiënt bent, dat je na gewenning, dat je dan eventueel gewoon, net zoals een bepaalde medicatie, andere medicatie, veilig achter het stuur kan kruipen. En ook mensen die regelmatig dus blowen en gewend zijn, daar zijn heel wat testen en onderzoeken over geweest, maar of ze echt slechter rijden, dat is nooit echt bewezen. En de straffen zijn gewoon gigantisch. En het wordt een beetje in de wandelgangen gesproken over de nieuwe criminalisering op die manier. Hoe zouden we daarmee om moeten gaan? Is wat je zegt, je kunt het beter niet doen, maar hoe kan daar toch op een andere manier naar gekeken worden dat we niet zometeen, we zitten nog maar begin, en zeker in Nederland, maar zometeen over een jaar of twee denk ik dat echt duizenden mensen hun rijbewijs kwijt zijn en hele dikke boetes hebben gekregen terwijl ze gewoon goed hadden kunnen rijden. Ja, dat is een moeilijke vraag. Die past in het kader van de volledige war on drugs natuurlijk. Hè. Als je ziet dat in Amerika het gevangenissysteem volledig teert op het, vooral op ook heel veel zwarte mensen, maar dan vooral op het druggebruik, dat is de privé-industrie, is daar bijzonder lucratief omwille van het feit dat er heel veel mensen worden opgepakt omwille van drugsfeiten. Dit is wat gelijkaardig, denk ik. Ik denk dat daar ook dat paradigma, de paradigma shift, hè, zo om het in het Engels te zeggen, moet plaatsvinden. Als we gaan kijken naar druggebruik als een normaal fenomeen in de maatschappij, dan zullen wij waarschijnlijk ook wel op een andere manier kijken naar mensen die achter het stuur zitten. Maar ik zeg het, ik denk dat verkeersveiligheid hier primeert boven het gebruik van roesmiddelen. Maar dat is dan net ook het argument om te zeggen van laat ons naar een wettelijke regeling van alle roesmiddelen gaan, omdat het gebruiken van een roesmiddel is momenteel een slachtofferloos misdrijf. Ja. Het kan misschien onverantwoord zijn, onvoorzichtig, maar je bent geen crimineel als je een roesmiddel neemt. Nee. Okay. Ik wil toch even vragen, zijn er mensen in de zaal die nog een vraag willen stellen aan Peter? We hebben nog een minuutje. Nee? Oké, dan stel ik er nog eentje. Peter, zie jij bijvoorbeeld wel die beweging bijvoorbeeld bij Liep en zo, maar wordt dat echt steeds groter? De mensen die zeg maar vanuit justitiekant, vanuit die kant zeg maar steeds meer zich gaan roeren in de discussie?
langzaam maar zeker, ja. Met vraagt tijd. Leap Scandinavië bijvoorbeeld heeft nu 60 actieve politiemensen aangesloten. Dat is uitzonderlijk, hè, want zelfs ook in de Verenigde Staten, waar Leap ontstaan is, zijn het vooral mensen die niet meer in actieve dienst zijn. Leap is ook niet enkel politiemensen. Het gaat ook over procureurs, rechters, gevangenisbewakers enzovoort. We groeien, de beweging groeit. Ook wat betreft de familieleden die getroffen zijn door, zijn er nu al heel wat organisaties internationaal die de krachten bundelen om als onrechtstreeks getroffenen van het drugsbeleid ook een stem te krijgen. Ik denk dat de gebruikers zelf, input, International Network of People Who Use Drugs, zijn nu ook een gevestigde waarde in het internationaal activisme. En ik denk dat we vooral die mensen meer stem moeten geven. De mensen die er effectief mee geconfronteerd zijn. En niet zozeer de politici en de academici die er onderzoek over doen, maar de mensen die er daadwerkelijk mee geconfronteerd zijn. Gebruikers en hun familieleden. Oké. Okay. Dankjewel, Peter, voor dit interview. Alsjeblieft. Your source of Cannabis News. Cannabis News Network.